Ja, even kijken, loop. Ja, welkom bij vlog 4 van De Nieuwe Missie. Een project wat ik doe voor Telegraaf TV. Op weg naar Invictus. Een project, of tenminste een sportevent met ex-militairen die iets hebben opgelopen. Het is misschien een beetje een rare camerastandpunt wat je nu ziet. Het heeft ermee te maken dat ik in de achterklep zit. Ik zal de camera even omdraaien. Marijn is aan het stuur. We zijn op een verlaten weggetje. En hier kun je zien hoe Stefanie Verhoef bezig is met haar fietstraining. Ze heeft in 2014 bij de Invictus Games goud gewonnen. Op de afstand, 1,6 kilometer tijdrit. En ze gaat er natuurlijk alles aan doen om dat nu weer te gaan halen. Over 3 weken in Orlando. Ze is nu bezig met een intervaltraining. En wij zijn dat met de camera aan het vastleggen. Vanaf 23 april zijn die beelden te zien op telegraaf.nl. Maar het leek me ook even mooi om via de vlog jullie ook even inzichten te geven hoe wij haar aan het volgen zijn. Ik ga nu de grote camera weer pakken en zie jullie bij het volgende vlog, vlog 5. Maar tot zover even de fietstrainingen in de buurt van Rosmalen. Wel op een verlaten weggetje. Tot later, hè.